Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met de heer Roger Mahangi. Hij is van de stichting Preconsu. Wat de stichting Preconsu precies doet en wat de activiteiten zijn waarmee ze zich bezighouden, dat gaan we vandaag horen van Roger. Die heeft in ieder geval te maken met het goed en duurzaam omgaan met ons milieu. Heel erg belangrijk. What we need is a little Q-Time. Goedendag, meneer Roger. Welkom in Q-Time. Goedendag, thank you. Oké. Okay. Preconsu is een stichting die ongeveer al 2 jaar bestaat, zoals je me vertelde. Wat zijn allemaal de activiteiten waarmee Preconsu zich bezighoudt? Nou, Preconsu is een Green Investment Foundation die gespecialiseerd is in het monitoren van CO2-uitstoot. Maar daarnaast creëren en ontwikkelen we ook groene projecten. Onze andere specialiteit is natuurlijk het opzetten van prefab woningen, offices, cabins. En ja, dat doen we voornamelijk. We proberen het zo groen mogelijk te houden door die cabins op solar te installeren. Dat is in principe een foundation die sowieso helemaal groen is. We focussen ons op het groene. Wanneer men praat over green investment, dat betekent dus dat we, net als wat ik voorheen aanhaalde, de zeg maar aspecten die ervoor zorgen dat er vervuiling plaatsvindt, weet je, climate change, global warming, dat alles monitoren we en we proberen zoveel mogelijk projecten uit te voeren om de uitstoot te verminderen. Okay. Hoe monitoren jullie dit in Suriname? Want ja, eigenlijk komen we helemaal op een stukje van wetgeving, hè? Wet en regelgeving. Van, hey, okay, wat staat er in onze wet? Hoe wordt het nageleefd? Zijn er sancties? Maar ik ben heel benieuwd hoe jullie dit monitoren en voor wie? Voor welke bedrijven? Ja, er is een traject daaraan verbonden, natuurlijk. Er zijn wet en regelgevingen. Maar het monitoren, dat geschiet voornamelijk bij bijvoorbeeld bedrijven die echt aan vervuiling doen. Ik denk aan raffinaderijen, noem maar op, industriële bedrijven. Dus wij brengen in principe alles in kaart, zeg maar hoeveel uitstoot er plaatsvindt. En ja, dat houden we bij. Want om met een gedegen plan te komen, moet je eerst weten hoeveel wordt er vervuild. Hoeveel CO2-uitstoot vindt er plaats? En aan de hand daarvan kan je dan zeg maar projecten uitvoeren en met zeg maar opties komen om je CO2-uitstoot te verminderen. Meten jullie dit op aanvraag of doen jullie uit jullie zelf een inventarisatie waarvan je zegt van, hey, dit is de industrie en laten we bijvoorbeeld maar zeggen de auto-industrie? Ja. Is een bij elkaar een pakketje van 50 bedrijven, ik noem maar wat. Dit is hun nummer, ja, van vervuiling. Dit is deze sector. Doen jullie dat zelf? Of dus, ja, ik ben heel benieuwd. Nu doen we het op aanvraag, ja. Maar het is eigenlijk een 50-50. We hebben ook een samenwerking met Tropenbos, waarbij we de temperaturen in bepaalde gebieden opmeten. Dat is eigenlijk, hoe noem je het? Voluntary. Maar daarnaast, we gaan straks een traject bereiken waarbij wij zelf bedrijven gaan benaderen om hun CO2-uitstoot te monitoren. Dus dat is, zeg maar, binnen een jaar moet dat plaats gaan vinden. Ja, oké, okay, want als je eigenlijk alleen maar meet voor de bedrijven die jou vragen om het voor ze te doen, heb je een heel erg vertekend beeld. Nog een keer? Als je alleen maar meet bij de bedrijven die jou vragen om het voor ze te doen, krijg je een vertekend beeld. Een goed beeld krijg je pas wanneer je bij iedereen meet. Klopt. Dus daarom, straks wanneer we het andere traject ingaan, gaan wij naar de bedrijven toe om zeg maar hun CO2-uitstoot te calculeren. Omdat dit alles, het uitstoten van CO2, het monitoren, is straks niet meer weg te denken. We gaan allemaal groen moeten gaan om eigenlijk onze aarde te redden. Dus ja, dat is het traject waar we... De bedrijven die jou vragen om bij hun te komen meten wat hun uitstoot of hun vervuilingsniveau is, die
hebben het al begrepen, want anders zouden ze je niet vragen. Klopt. Wat voor percentage bedrijven in Suriname handelen op deze manier? Als ik de percentages moet uitdrukken, is het nog heel erg laag. Ja. Ik zou, ja, rond de 10-15%. Maar onze stichting heeft natuurlijk ook als mission om die awareness te creëren. Dus dat is het andere traject waar we in gaan. In die tussentijd gaan we dus die awareness zoveel mogelijk proberen te creëren. Omdat men echt ervan bewust moet worden wat het effect is. Ja, oké. Ik heb echt zoveel vragen. Jullie zijn eigenlijk, ik ben al voor delegeren, maar eigenlijk zijn jullie het werk van de overheid aan het doen. Geen probleem als een andere organisatie het doet, maar het moet wel terugvloeien op de een of andere manier naar de overheid, zodat er maatregelen getroffen kunnen worden. Hoe is dat systeem nu geregeld op dit moment? Nou, hij is nog niet helemaal goed geregeld, maar we werken natuurlijk daaraan. Er zijn verschillende actoren waarmee we samen gaan werken om zeg maar dit probleem zeg maar op te lossen. Mm-hmm. Oké. Okay. Als je een uitspraak zou moeten doen over de mate van awareness, niet zozeer bij bedrijven, maar bij Surinamers over het algemeen, over het belang van groen gaan, om het maar zo te zeggen, dus echt met alles wat je doet zo milieubesparend mogelijk te werk gaan, hoe zou je onze status noemen op dit moment? Ja, het is nog niet helemaal duidelijk voor ieder. Het is nog niet waar het moet zijn. Maar we zijn aardig, we zijn goed op weg. We zijn goed op weg. Waaraan staaf je dat? Kijk, Surinamers, we kijken veel af van zeg maar het buitenland. Ja, toch? En als je bijvoorbeeld social media volgt, dan zie je dat de meeste bedrijven zeg maar het groene promoten. Weet je, als je bijvoorbeeld een simpel voorbeeld, er zijn bepaalde fastfoodrestaurants die geen plastic rietjes meer gebruiken. Ze gebruiken nu van die, hoe noem je dat? Die recyclebare rietjes. Dat is gewoon een simpel voorbeeld. En wij nemen dingen makkelijk over. Weet je, dus zo heb je dan ook bijvoorbeeld die als je nu naar de Chinees staat, je gaat een Porsche chow mein kopen. Vroeger kreeg je van die foambakken. Maar het is dus niet meer toegestaan om die foambakken te gebruiken. Ja, ja toch? Dus dat is dan weer een ander model van een stukje groen gaan. Ja. Zo zijn er tal van examples. Dat zijn wet en regelgeving. Ik denk dat als we de aarde werkelijk willen redden, dat we een stapje verder gaan moeten gaan. Dan moet je eigenlijk zeggen, weet je wat? Je hebt helemaal geen rietje nodig. Dus what's the use? Hoe ver zijn we van dat punt? Nou, behoorlijk ver. Behoorlijk ver. Politiek correct antwoord. Maar we komen er stapvoetsgewijs wel aan. Oké, ik hoop het. Als jij het zegt, je hebt het nu on the record gezegd. Dus we gaan over 5 jaar dit gesprek weer voeren om te kijken hoe ver we gekomen zijn. Ja, ik geloof heilig dat we binnen 5 jaar veel verder zijn. Sowieso. Nou, met onze andere projecten die we gaan uitvoeren. Met ons woningbouwproject, helemaal gevuld aan solar panels, komen we er zeker bij. Maar dat is ook een hele mooie. Kunnen jullie, als er geconstateerd wordt dat er bijvoorbeeld, als er bij een bedrijf geconstateerd wordt dat er sprake is van vervuiling, is er een norm? Wie bepaalt de norm als ze erboven zijn of eronder? Dus wereldwijd is dat er wel. Internationale normen dus. Internationaal, ja. En als er dus geconstateerd wordt dat er te veel aan vervuiling wordt gedaan, of dat het de pollution zeg maar te groot is, kunnen jullie ook alternatieven aandragen om het te veranderen? Sowieso. Ja. Dus dat zijn dan onze groene projecten die we gaan, introduceren of aanraden. Ja. Oké. Okay. En over een jaar gaan jullie dus zeg maar het project uitvoeren waarbij jullie naar bedrijven gaan om dit te gaan meten? Correct. Ja. Maar we gaan het simultaan doen met ons woningbouwproject. Dat wordt dus een project waarbij de huizen, geprefabriceerde huizen, waarbij we een paar gaan opzetten. We beginnen met 100
En die huizen gaan dus op solarpanels geïnstalleerd worden. Op zo'n manier leren de huishoudens ook, zeg maar, met het stukje groen omgaan. Omdat als je je huis op solarpanels installeert, betekent dus dat je minder zeg maar, uitstoot. En daarnaast gaat ons apparatuur, dus de apparaten wat we gaan gebruiken in die woningen, die gaan ook zeg maar, op solar. Zijn bijvoorbeeld de ijskast en airco, het worden ja, solar apparaten. Dus op zo'n manier heb je ook een stukje awareness gecreëerd en tegelijkertijd bespaar je ook. Ja. Maar met jullie huizenbouw gaan jullie dus eigenlijk een beetje een retail consumers market op? Kan je zeggen. Ja. Dat kan je zeggen, ja. Ja. Okay. Wat we daarmee willen bereiken, kijk, sowieso in Suriname, er is een grote woningnood. En je hebt verschillende categorieën aan mensen. Je hebt de normale burger, je hebt bijvoorbeeld de young professionals, je hebt de ondernemers. We willen in principe zeg maar het antwoord zijn voor iedereen. Ja, toch? Iedereen moet bij ons terecht kunnen. En het grootste probleem waarmee we in principe te kampen hebben in Suriname is dat de meeste mensen of één geen perceel kunnen aanschaffen. Anderen die kunnen wel een perceel aanschaffen, maar ze kunnen niet bouwen. Wij proberen een combinatie te geven van beide. Waarbij in onze community ga je in principe grond huren. En de woning welke je aanschaft, gaat middels een, je kan het zien als een hypotheek. Er is een bepaalde looptijd aan verbonden. Ik geef een voorbeeld, 15 jaar lang. 15 jaar lang los je maandelijks af voor je woning. Je woning is voorzien van solar. En je betaalt gewoon grondhuur. Dus na die 15 jaar is die woning van jou. En jij kan dan bepalen van, hey, blijf ik in die community? Of zeg je van, ik heb in die 15 jaar een perceel of een stukje grond ergens gekocht of gekregen. Ik wil mijn woning daar neerzetten. Dus dat is dan ook weer het handige van prefab. Ik kan in principe die woning gewoon op een, hoe noem je dat? Op een hiab zetten, op een truck zetten. En we verplaatsen hem. Oké, heel mooi. Goed, de volgende keer gaan we het uitgebreid over je woningen hebben. Want het is natuurlijk heel erg interessant voor een, inderdaad Surinamers. Maar dat wil zeggen dat je eigenlijk elke 5 jaar kan je ook nog zeggen, ik kan op een andere plek gaan wonen, want je hebt een prefab huis. Geweldig. Het is toch het mooiste wat er is. Ja, toch? Ja, en dan maak je er ook nog een landelijk project van. Elke 5 jaar woon je in een ander district. Ja, ja, dus we proberen, we gaan sowieso, nee, we gaan dat sowieso. Dat is een grap, doen, hoor, dat is een grap, maar goed. Je ja, gaat zo. Het gaat een ding worden, no? Het gaat een pakket worden. Oké, Roger, heel erg veel succes met het werk. Hou ons op de hoogte over de resultaten en de voortgang. We horen het heel graag. Thank you very much. Ja? Oké, succes ermee. What we need is a little cute time. Dat was het gesprek met Roger Mahangi van de stichting Preconsu. Zoals hij het zelf heeft verteld, doet deze stichting aan een heleboel werk dat te maken heeft met het behoud van het milieu. Een van de belangrijke activiteiten is het meten bij bedrijven wat hun vervuiling is. En daar samen met het bedrijf naar kijken om dat zoveel mogelijk te verminderen om ons milieu te behouden. Daar ook aan gekoppeld is het project waarbij er prefabhuizen worden gebouwd die helemaal op zonne-energie lopen. Dat project gaat volgend jaar van start en ongetwijfeld zullen wij daar ook meer informatie over geven wanneer het zover is. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar Q-Time. Tot de volgende aflevering. Goeiedag.